is part 4 in Norrig met promotor Etienne Tezales van Killers Cardio Boxing. En Angelo Simpson, neefje van de beroemde Ryan Simpson. Vertel waar samenwerking. Ja, Angelo Simpson is nu in Nederland hier gekomen met vechters op te vechten. Ja, jongens hebben allemaal goed gedaan, heel goed gedaan. Jammer voor één, zijn partij is vandaag afgezegd. Laatste moment in de kleedhok is jammer. Maar ja, belangrijk is dat de anderen heeft kunnen vechten. Gewoon ook heel leuk. En het mooiste van is, die rumor die overal ging, dat we Warriors naar Suriname gaan, het is eindelijk nu echt. Het bestaat echt, het gaat echt gebeuren. Angelo Simpson is hier, hij is de vertegenwoordiger van Simpson Gym in Suriname sinds jaren. Sinds jaren, ik ben daar opgegroeid. En om eerlijk te zijn, om iets op te zetten in Suriname, is niet anders dan met je eigen broer, familie, vriend, trainer te organiseren. En daarom heb ik gekozen om met Angelo Simpson samen te werken. En ik doe de matchmaking met Ryan Simpson hier, samen met Angelo Simpson en de Warriors part. Nog een verrassing, welke het wordt. Kom naar Suriname. En ik laat Angelo even verder zeggen, wanneer de datum, hij weet alles verder. Angelo, vertel! Alvast moet ik Kila feliciteren met zijn prachtige evenement en de vorderingen die hij maakt. Ik ben blij om te zien hoe die man gegroeid is. En heeft het net over een vechter die heeft afgezegd in de kleedkamer. Hetzelfde heeft hij jaren terug ook meegemaakt. Hij was opgewarmd en al. En zijn tegenstander die zegt plotseling af, maar die had echt een blessure. We konden er niets aan doen, maar we leren onze vechters om gewoon door te beten. Ze zijn ook blij voor de gelegenheid dat we hier konden participeren. En Etienne heeft me benaderd om een evenement te doen in Suriname. En we staan er helemaal voor open. Het is mooi om te zien hoe die zaden van Simpson Gym zich zo uitzaaien. Etienne die nu uitgegroeid is tot een trainer en promotor hier in Nederland. En nu wil hij terugkomen naar zijn thuisfront. En benadert hij ons om iets te doen. En heb je niet anders dan je ondersteuning. Veel goede Surinamers, hè? Veel goede Surinaamse vechters. Suriname. Heel veel. Ja. Maar jij woont dus in Suriname? Ik woon in Suriname. En bent speciaal eigenlijk nu even voor dit event hierheen gekomen? Nou, eigenlijk waren we er al. We zijn speciaal langer gebleven. Op aanvraag en ondersteuning van agents. Zijn we dus iets langer gebleven. En waar in Suriname? Paramaribo? Ja, in Paramaribo. Nee, dat het event. Oh ja, in Paramaribo. We gaan een hoofdstad. Nogmaals? Gaat het event in de hoofdstad plaatsnemen? Ja, in de hoofdstad. Zo netjes. En het wordt sowieso volgend jaar. Ik ben nu even bezig om een heel geschikte datum uit te kiezen. En dan dat nog voor de zomer? Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Als de mensen de website blijven volgen van. En de website is www.kilascardioboxing.nl en Angelo. En www.simpsongym.org of op Facebook Simpson Gym Official. En dan ga je de datum zeker. Want zeker weten. Jouw Nederlandse-Hollandse event is in maart alweer? April. 22 april. Oh, dan weten we dat ook. En, ja, en daar komen ook de vechters weer van Angelo Simpson hier. Ik zag een paar van jouw vechters bij Mike's gym met Myrtle Groenhart trainen. Dat klopt, dat heeft u goed gezien. Was een leuke ervaring voor die jongens. We zijn met onze vijfde generatie hier. We hebben al verschillende vechters afgeleverd. En sommige van ze wonen hier in Nederland nu. Zijn professionals, anderen zijn wereldkampioenen. Andere wereldkampioenen geweest. Dus zoals ik zei, die zaden hebben zich ver verspreid. Ja, u wilde wat zeggen? Nee, om even onder te breken. Kijk, Angelo praat nog steeds over zaden hebben zich ver verspreid. Om het duidelijk te zeggen, Angelo is de trainer. Hij maakt vechters. Hij maakt je mentaal sterk. Hij maakt je tot de trainer. En hij maakt je, dat wat ik nu doe, galas organiseren. En ik ben tot nu toe, mag ik het eerlijk zeggen, ik ben de enige van Angelo die alle drie wensen van hem tot vervulling. Ik ben vechter geweest, ik ben trainer geweest en ik organiseer gala dankzij door mijn trainer die mij de capaciteit en verstand heeft gegeven. Dat bedoelt hij steeds met zalen. Andy Risti komt van Angelo Simpson. Cedric Manouf komt van Angelo Simpson. Dus al de toppers die sowieso nu ja, die komen dus van. Maarten Heffels die straks gaat vechten, komt van Angelo Simpson. Eldridge Tolle die ook hier zit, komt van Angelo Simpson. Dus zelf het Team Wisse zijn twee vechters van Angelo. Zelf de trainer die nu bij Team Wisse staat,
is ook bij Angelo Simpson. Dus alles wat je nu ziet, dat gebeurt... Van de beste gym in Suriname. Dat zeg maar. Eén zin te zeggen, ja. En het is niet één, maar de beste. Want één is maar een cijfer. De beste die blijft altijd. En even voor alle duidelijkheid, want jullie zijn jong. Jij bent? Ik ben 37. Ja, pas 37 en jij bent? 38. Ja, nou... Het is nog een mooie toekomst voor jullie, hè? Want jullie zijn nog niet eens echt begonnen. Dit is pas een voorproefje, ja, Norg. Maar Simpson Gym is al een tijdje. We zijn vanaf 2000 bezig. Dus Simpson Gym Suriname bestaat al 16 jaar nu. Ik was 21 toen ik daarmee startte. En Kila is een van de mensen die along the way is ingestapt. Hij is volgens mij de derde generatie. Tweede of derde generatie. En nu zijn we met onze tweede generatie, is hij. En we zijn nu met de vijfde generatie vechters hier. En nu gaat Simpson Gym vooral internationaal nog weer een paar mooie dingen doen. Vooral om die jonge jongens in Suriname kans te geven. Ja. En Duitsland? Ja, Duitsland doe ik ook binnenkort. Dat is met Fight Time doe ik met Dimitri. Dat vertelde je. Ja, ja, en dat moet je ook gewoon de website blijven volgen en op Facebook blijven volgen. En Etienne, even over vanavond, want jij moet er ook vandoor. Jij hebt vechten staan. Even snel over vanavond, wie heb je nu staan? Ik heb verschillende partijtjes staan. De hoofdpartijtjes, ja. Die zijn nu lekker aan gaande. De B-partijen zijn ook al gaande. Dus Patrick Slaingaard was net aan het vechten voor de Warriors-titel. Hebben we gemist, hè? Dus, en nu moet ik echt gaan, want mijn jongen moet echt vechten. Is goed. Jullie bedankt voor het interview. Dankjewel. Oes. Even snel foto met jullie drie dan. Ja. Oh. Adel Dijkman. De Warriors part 4 in Norg. Hoe is dat? Goed. Gaat goed. Je vertelde me net. We zijn in Norg. Etienne Salius organiseert het vierde gala van hem. En ja, het is een goede vriend en hij vraagt mij of ik hem wil helpen, ondersteunen met mijn ervaring. En, dat doen we graag. Zodoende zijn we. Vorige keer was je er ook bij en met helpen en zo. Absoluut. Ik heb vorige evenement heb ik al mijn ervaringen gedeeld met zijn mensen. Hij heeft een heel stel mensen, echt grandioze mensen die hem helpen. En ze hebben nog niet de ervaring en ik heb een beetje mijn kant laten zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik kwam hier vrijdag aan en ik hoefde heel weinig te doen. Want ze wisten precies nog wat ze moesten doen van de vorige keer. Dus nee, het gaat goed. Het gaat maar leuk. Het is ook groter, het is uitgebreider. Ik zag meer VIP-tafels. Klopt. De VIP is helemaal uitverkocht. Etienne is goed bezig geweest. Zag ze net nog showen met tafels en stoelen? Ja. We hebben net een tafel bijgezet en we hebben net de laatste tafel verkocht en de VIP is gewoon uitverkocht. We hebben alleen nog een paar in-seats stoelen, maar dat zal ook heel hard gaan zometeen. En even over Fightmasters, Jasmine heeft gewonnen. Ja, Jasmine heeft vorige week in Den Haag, in Ypenburg, is een wedstrijd gedraaid tegen een heel leuk meisje. Ze moet 12 november hier in Emmen moet ze weer tegen hetzelfde meisje. Dus het meisje is gebrand erop om de uitslag te laten veranderen in haar voordeel. Maar wij zullen er alles aan doen om Jasmine gewoon helemaal klaar te krijgen. Zij is nog B? Nee, Jasmine is C. Jasmine heeft daar vierde C weg. En wij praten voorlopig nog niet over de B. Is goed. Even over Fightmaster zelf. Hoe gaat het met de vechters? Ik zie jullie gaan goed. Jullie zijn druk. Ja, we zijn druk bezig met onze vechters. We hebben een hele jonge wedstrijdgroep. We hebben Mo en Kuku, Kuku is een MMA-vechter. Die vechten vrij weinig, omdat ja, we weten allemaal het probleem met gaasjes. Mo die zit momenteel niet lekker in zijn vel, dus daar, die zit ja, in de koelkast. Dus daar, ja, dat is gewoon heel moeilijk, een moeilijk verhaal. Maar dan heb je Jasmine en Hamza, die gaan hartstikke goed. Ik wou net vragen, Hamza is ook net tegen, Nederlands wereldkampioen. Ja. Nou, Nederlands kampioen geworden op de NK, laatst in Nijmegen. En Hamza zit heel lekker in zijn vel en die gaat hartstikke goed. En die traint ook heel hard, samen met zijn teamgenootjes. En op dit moment gaat het goed. Vandaag hebben we 2 verloren, 1 gewonnen. We weten precies waar het aan ligt, dus volgende keer gaan we er weer alles aan doen om de winst naar huis te nemen. Aisha is 2 weken geleden Nederlands kampioen geworden bij de dames. Maar ja, dan weet je, dan zit je op een roze wolk. En die roze wolk, daar is ze nu even hard van afgevallen. Soms nodig, hè? Absoluut. En Abdel was een beetje ziekig. Geen excuus, we hebben gewoon verloren. En we gaan de volgende keer ervoor zorgen dat hij gewoon weer wint. En onze lange Mo. We hebben een hele jonge wedstrijdgroep, hè? Dus
Het is voor hun allemaal, allemaal best wel zwaar en heftig. Want de trainingen die zijn echt ja, net zo pittig als dat we A-klasses trainen, bij wijze van spreken, of B-klasses. En hun, hoe moet ik het zeggen, hun manier van denken, die strookt af en toe niet met die van ons. En dan moet je toch op een bepaalde manier moet je dat uitleggen dat het echt nodig is. En soms moet je het op de harde manier leren. En ja, zoals vandaag hebben we toch een beetje op de harde manier moeten leren. Ervaringen. Dat hoort erbij. Ringstars. Ringstars, ja. Kane en ik, 2017 gaan we sowieso weer van start. Datum hebben we nog niet gepland. 30 oktober wilden we eigenlijk wat organiseren, maar dan hadden we het voor de zomervakantie al moeten regelen. Dat hebben we niet gedaan. Dus we wisten ook dat we oktober niet zouden halen. Eigenlijk is 28 november ons weekend. Ja, dat is vorig jaar ook, hè? Milton, Slam, Thailand, Nederland versus Thailand. Die gaat daar nu plaatsvinden. Toen hebben wij gezegd, doe jij jouw ding. Wij gaan in 2017 weer wat organiseren. De datum, die horen jullie nog. Maar op dit moment kan ik daar weinig over vertellen. Zullen er wel een paar partijen opstaan die er toen ook... Absoluut. Ja? Zodra wij echt ermee aan de slag gaan, dan gaan wij iedereen weer benaderen. Kijken wie er beschikbaar is. En of het nog op hetzelfde niveau zit. Piqué, Sikking. Ja, Piqué en Fred Sikking, die partij willen we sowieso hebben. Sarah tegen Ilona. Ilona. Dat zijn echt partijen die willen we heel graag. Ja, wij ook. Ja, absoluut. Oké. Okay. Absoluut. Nou, we hebben iets om naar uit te kijken. Absoluut, absoluut. We gaan snel naar binnen, want we missen de hoop hier bij Warriors 4 in Norg. En jij succes hè, met alles. Komt goed, jullie ook. Dank je. Welkom. En jij zit in de organisatie bij de Warriors 4? Ja, klopt. Warriors 4, vandaag. Mooie partijen, dus het gaat de goede kant op voor ons. En vertel, hoe is zo ver gegaan? Alle B-partijen zijn al geweest? We hebben nu al de A-partijen? De eerste B-partijen zijn begonnen. En na de pauze komen de A-partijen. Dat is een mooie avond. En de laatste partij is Michael Doe tegen... Ja, wel. A-partij, hè? A-partij, knalpartij, absoluut. Ja, zeker. Hey, succes vanavond, hè? Dankjewel, jullie ook. Dankjewel. Voor Jim Amsterdam in Norg bij de Warriors nummer 3. Ik sprak net je trainer Ivan Hippolyte. Hij zegt je hebt verloren. Vertel. Eerste ronde kwam ik niet in mijn eigen spelletje. Tweede ronde eigenlijk onbeslist. En de derde ronde voor mij. Dus we hadden het eigenlijk of ik gewonnen of onbeslist gegeven. Maar ja, helaas of ging ik naar de tegenpartij. Of een extra ronde. Ja, of een extra ronde. Maar ja, helaas ging ik naar de tegenpartij. Dus je bent niet helemaal tevreden? Nee, maar dat maakt niet uit. We gaan op naar de volgende. Vind je het gezellig hier vanavond? Ja, we hebben tafel, dus super. Waar zitten jullie? Lekker, zitten daar. Oké. Okay. En je trainers staan hier. Ja. Loop even mee, Andrew? We zijn niet live, want hij doet het niet. Maar ik ben wel aan het opnemen. Hoe is het, Andrew? Goed. Ja? Rachel, straks? Ja, Rachel is er klaar voor. En deze meneer, Mika? Ja. Zijn we er klaar voor? Hij is er ook al klaar voor. Ja, dat is goed. Trainers, Ivan Hippolyte. Romina, wanneer is je volgende partij? Hamza Hazar, hoe is het? Ja, goed, dank je. We zijn in Norg bij de Warriors 3. Vertel, ja? Sta je hier vanavond? Nee, vanavond niet. En dan wanneer is je volgende partij? Volgende week. Bij 15. Zo, tegen wie sta je? Ik zal het niet weten, ik heb het ook niet echt geplaatst of zo, oké. Okay. Maar je gaat goed hè, ik zie je hebt veel gewonnen. Je hebt laatst een toernooi gewonnen. Nederlandse titel. Nederlandse titel heb je gepakt hè? Voor Full Metal Regels, de min 6 kilo. Zo, je bent nu kampioen. Ja, Nederlandse kampioen. Wat volgende week. Nog één keer je leeftijd en je gewicht. Sorry? Nog één keer je leeftijd en je gewicht. Ik ben 17 jaar, bijna 18. Min 6 kilo. En je traint bij Harold Deekman? Toen 5 maasjes. 5 maasjes, hè? Hey, succes, hè? We gaan naar de partij kijken. Yes. Succes, Roes. Maya Volk. Hallo. Hoe is het? Hoe is het? Goed. Lekker. Ja, je ziet er heel mooi uit, hè? Eigenlijk niet in je trainingsgloffie. Nee.
Vandaag hebben we geen business. Geen vechters vandaag. Vandaag alleen genieten. Ja, lekker. Maya. Vertel even over je sportschool. Mijn huis is goed. Echt lekker druk. En veel plezier. Lekker eigen dojo. Heerlijk. Het is KB Steenwijk. KB Steenwijk. Koelmaten, Kruisbeek. En wat voor lessen geven jullie? Kinderen, vrouwenuur, zaktraining, sparren, wedstrijdvechten, recreanten, noem het maar op. Privéles. Mensen kunnen gewoon bij jullie langs voor een proefles. Kunnen mensen bij jullie langs voor een proefles? Ja, gratis proefles. Kom allemaal naar Steenwijk. Dat is een mooie tijd om langs te komen, om binnen te wandelen. Alle 7, maandag, woensdag, wordt het dan ook zaterdag of nog groter? En wat zijn de openingstijden van het gym? Elke dag, maar kijk even op www.kickboxersteenwijk.nl, daar staat alles op. Maya, jij bent zelf ook een kickboxer, jij hebt zelf ook een kickbox. Omhoog. Wanneer ben je gestopt? 2005. Zijn jullie er nog? Mis je net? Ja, elke dag. Kunnen we nog een keertje een kleine comeback verwachten of een optreden? Nee, ik heb helaas... Straks. Heel veel sterkte met dat in ieder geval. Je bent positief ingesteld, dus hopelijk komt dat goed. Je bent goed bezig met je sportschool. Heel veel succes daarmee, Maya. Dankjewel. Wel een scherm hoor. Hoe heet je ook alweer? Sorry? Hoe heet je ook alweer? Rezat. Rezat. Jij bent jurylid. Dus schijnt zegt de jury van de Iro. Van de Iro, hè? En hoe gaat het vanavond? Ik ben heel slecht. Hoe gaat het vanavond? Ja, goed hoor. Ja? Jawel. Al veel klachten gehad of niet? Jawel, dat is goed. Okay. Weet je niet aan je duur hè? Werkster, hoe is het? Jasmine Taal. Ja. Hoe is het? Goed. Je staat vanavond niet hier hè? Ziet er mooi uit. Prachtig. Maar je hebt de laatste... Gewonnen hier gisteren, wanneer? In Den Haag. Je hebt gewonnen! Ja! Was het punten? Ja. Gewoon 3 rondes? Ja. Wat was dat? Was het voor een titel ook? Nee, of gewoon was gewoon losse steenpijn. En je hebt daarvoor eentje verloren? Ja. Daarvoor hebben we gewonnen. Ja. Zag ik je op een flyer staan? Of wanneer is je volgende partij? 29 oktober. Succes! Hoe oud ben je? Ben je nog jong, hè? Ik ben het 17. Ja, hè? Oké. Okay. Hij sprak je trainen net. Hij zegt, je blijft lekker zo en dan ga je groeien. Is goed, dank. Dank je. Goed, man. Bij de Warriors 4 in Norrag. Ja. Omslissen. Oh, was omslissen. Ik kwam net binnen, dus ik heb het gemist. Vertel wat gebeurde er. Ja, ik kreeg onterecht 8 tellen. Ze dachten op mijn stoot, maar ik gleed gewoon weg doordat ik een trap kreeg en mijn voet net neer wilde zetten. Kreeg ik 8 tellen en daardoor onbeslist. Oké, en tegen wie stond je ook alweer? Ella Grapperhuis. Ik wist niet eens dat je meedeed. Oh, okay. Maar ik weet het pas 3 weken terug hoor. Dus oh, vandaar. Niet, mijn eerste kickboxpartij ever. Zo, want ik weet jij doet boksen. Mm. Oké, okay. En hoe ging het? Het ging wel goed. Ja? Ja. Wat was er exciting aan? Laat me zeggen aan het Muay Thai. Het is toch iets nieuws. Het is toch anders hè? Trappen erbij en 3x3 vechten, weet je. Het is allemaal, alles was nieuw. Dus weer een hele ervaring erbij? Een hele ervaring, ja. En wanneer is je volgende partij? Dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Nou, blijf je in de gaten. Ja, zeker. Abiko Deekman. Even correctie, Abiko, want jij staat bij Vos Gym. Ja. Ja, hè? Perfect. Simpson Gym, mijn leven. Waarom ben je overgestapt? Nou, omdat ik nu ook een beetje samenwerk met hem. En daardoor eigenlijk ook. En het voetbal. Warriors Part 4 in Norway. Ryan Simpson. En je vertel, Ryan. Je bent daar inbinden? Ja, ik ben al een tape op. Een goede compacte vijf. En dan moet ik nog zelf doen straks. En jij staat tegen. Mijn werk heb ik al mijn leven. Dit is het laatste stukje nog. En dan bij de ring en straks. Hoeveel partijen nog? Ja! Oh, hij is de laatste. Oh ja, ik dacht dat het laatste was. En jij staat tegen Jeroen. Klopt. Nee.
Laat jullie met rust en ik wens jullie heel veel succes. Yes. My name is Abdelaziz Mourad. But you are with... So tell me a little bit about you. I'm a fighter, C-class, training in Holland. Now 5 times I come. I'm training in Simpson Gym with the legend, Ryan Simpson. And I'm from Kuwait, 26 years old. I want to be like Ryan Simpson. Of course. Yes. And, that's all. When is your next fight? 22 October. October where? Ring Star. Okay. Oh, wish you good luck, huh? Thanks. Is your first time in Holland or not? No, 5 times. 5th time already. Yes. Okay, okay. Well, good luck anyway, yeah? Yes, thank you. Hendrik Azoa. Hoe is het? Goed hoor. Je hebt een beetje pech gehad, hè, de laatste tijd. Ja, hè. Want je was echt eindelijk op dreef. Ja. En je zou je comeback maken. En er gingen, dingen gingen al niet door, ringstars gingen al niet door. Daarna viel iemand uit bij jou. Ja, klopt. Dat gebeurt ook in de wedstrijd, hè. Dus ja, gewoon weer trainen voor de volgende. Maar je ziet er weer goed uit. Ja, ik ziet er echt, je ziet er goed uit, je ziet er fit uit. Blijf trainen. En wanneer is nu je volgende partij dan? Ik heb nog niks van staan. Ik heb nog niks van staan. Ik train voor januari, december. Daar ben ik nu aan het voorbereiden. En had je nou wel nog niet de Suriname gevochten of moest je daar nog heen? Alles ging niet door, hè? Nee, ging niet door. Ik heb daar nog nooit gevochten. Als het goed is. Als ik je laat falen, daar gaat geven. Weet niet zeker. Ja, sowieso. Je moet even kijken. Maar ja, blijf gewoon trainen, dus ja, maakt niet uit. Jij bent ready to go, hè? Ja, zeker. Maar ja, soms gebeuren dingen voor een reden, hè? Dus ik zou je niet druk maken, dus... Nee, komt wel goed. Komt wel goed. De fans wachten op je, dus maakt niet uit. 2017, hè? Hendrik Azoa, hè? Comeback, hè? Oes! Oh, heb je net gewonnen? Patrick, Leica! Shit, sorry, ik heb interviews gedaan, ik heb alles gemist. Hoe is het? Hey, Frans van Lubbers! Oh nee, sorry. Geen Frans, hoe is het? Iedereen gaat blij, Patrick, gaat goed. Hij is net binnen. Hé, vertel Patrick! Even een fotootje nog. Even foto. Ja, die staat erop hoor. Vertel Patrick, ik kom net op tijd, hè, in de kleedkamer. Ga maar zitten. Vertel, gefeliciteerd ten eerste. Ja. En ten tweede, laat je belt zien. Laat hem zien. Dit is, wat is het voor een belt? Het is een Warriors belt. Welk gewicht? 73. En welke klasse? D-klasse. Oké, dus je hebt nu nog een belt. Dit is belangrijk voor je. Gewerkt. Het is mij niet gelukt. Ik ben blij Patrick. Blij, ja. En hier is je trainer? Ja. Stel je even voor. Chris. Jij bent Chris. Ja. Hey, maar jullie hebben gewonnen, hè? Ja, goed hè. Ja, prachtig. Patrick! Gefeliciteerd hè. Dankjewel. Hoes. Wou je nog iets kwijt over de wedstrijd? Hoe ging die? Ik heb het niet gezien. Zware pot. Maar... Vertel, het ging eerste ronde. Ja, eerste 3 ronden ging op zich wel goed. En de laatste 2 ronden had ik het wel iets zwaarder. Ja. De eerste drie rondes vond ik wel goed gaan. De laatste 2 die waren wel iets zwaarder. Maar ja, ik ben blijven staan en ik heb het. Is me toch gelukt. Op punt, hè? Op punt heb ik gewoon. Ja, nou, heel erg gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Hoes. Ja, ook gefeliciteerd nogmaals, hè? Hoes. Ik vond Askerker. En die moest. Boxing? Boxing. Ja, Thai boxing. Kickboxing. Ja. You speak English? A little. A little Thaïsch. En wie heißt du? Ich heiße Orban. Orban. En du bist van Deutschland? Ich bin von Deutschland, von Köln gekommen. Ich bin hier von Köln. Von welchem Gym? Gucci Gym Duan. Und viel Success mit. Oh. Viel Success? Viel Success? Viel Success. Viel Success. Hoe zeg je in het German succes? In het German? Veel geluk. Veel geluk. Boris, Martine, Norag, Team Wissa,
Stel je even voor. Uit Suriname. Ja, we zijn hier. En, dit is onze eerste partij hier in Nederland. En we hebben in ieder geval twee vechters. Donovan en Ryan. Ryan gaat vanavond vechten. En Donovan gaat 22e vechten voor een wereldtitel. En hij is... Dat is Donovan. Donovan Wissel, kom maar even luisteren. Ga maar door, hoe heet jij? Watson. Bij trainer? Trainer van Team Wissel. En we zijn voor het eerst in Nederland, dat is Ryan Wissen. Ryan Wissen en Donovan Wissen. Ik zie dat je die dingen van Team Wissen lijkt, dus... Ja, zeker. Suriname. Maar jij woont in Suriname? Ik hoorde net van Etienne, ze gaan een event doen in Suriname met de Simpson Gym. En zullen jullie zeker ook mee participeren? Zeker, ja. Dus ga je gewoon meer van jullie horen. Nog één keer je naam? Henk Wissen van Team Wissen en we komen uit Suriname. Oké, heel veel succes, hè? Dankjewel. Nee, ik wil filmen. Jij moet nog, hè? Succes, man. Was die goed? Hij zit in zijn zon, ik ga hem niet storen. Hij ziet er te gevaarlijk uit. Ik doe niet eens dichterbij te komen. Nee, ik ken hem. Maar je ziet wel dat hij goed in zijn dingen zit. Dus, relaxed. Hoe is het met jou? Ja, goed hoor. Hey, succes, jongens, straks. Ja, goed even een beetje. Dus wat gaat die naam doen? Bumpy tikken? Beetje Shabari, man. Maar dan kan later wel goed. Ja. Man. Een beetje uitdrukken, hè? Vastpakken, trappen, weggooien. Hoor je gehoord feeling terug met Wiebe van de ploeg? Hoe is Wiebe? Ja? Vertel eens, want ik heb het niet gezien. Ik was aan het interview. Je hebt gevochten? Ja. Vertel, hoe ging het? Nou, het ging wel goed. Alleen hij kwam te dicht bij me. Dat was het. Ik had meer afstand. Maar het is wel goed dat je zelf beseft wat je fout hebt gedaan. Ja. Maar je hebt al veel partijen gedraaid. Ik heb je de vorige keer gesproken. Hoeveelste partij was dit voor jou? 13 of 14. Doe maar. Nou, we blijven in de gaten houden, hè? Ja. Ilona? Ja. Hoe is het, schat? Ilona, jij zit ook in de organisatie bij Warriors. Klopt. En vertel, hoe jij bent ook druk, hè? Iedereen is druk. Ja, we vliegen alle kanten, hoor. Ik zie dat je hem nu aan het masseren bent. Ja. Waar is dat voor? Afkoeling? Nou, je moet spieren een beetje los draaien weer. Lekker. Heeft hij nog blessures? Nee hoor. Gelukkig. En wanneer is je volgende partij, weet je dat al? 22. Hij moet zo, waar sta je? De laatste dag? Ja. Nee, dat was van de Sirik Sport. Oh, dat is een drachter, denk ik. Oh, ik dacht, oké. Daar in de buurt in ieder geval. Heel veel succes, hè. Maar ervaring opdoen en over een paar jaar zit je ineens in B of C. Of andersom. Succes, hè. Alfa Romeo? Waarom sta jij niet vanavond hier? Ja, ik zit met mijn werk. Weet je, dus ik moet wel van ver werken, weet je, door rijden en zo. Ja, dan wordt het voor mij moeilijk om dat te combineren. Tijdgebrek. Ja. En de laatste keer dat je zag was ook hier in Norre. Ja, ik ga maar rijden langer, ja. En die had je verloren? Ja, ja, dat komt omdat ik een beetje te veel was afgevallen. Ik was te veel afgevallen en dat kostte me gewoon heel veel energie. Ja. Maar was dat je hebt daarna niet meer gevochten of wel? Nee, daarna heb ik niet meer gevochten. Daarna had ik een blessure aan mijn elleboog. Ja, dat had ik gelezen. Ja, dan had het ook. Dan ga je wel gewoon door nog of niet? Ja, of ga je misschien echt... volgend jaar. Oké. Okay. Het ligt echt afhankelijk van mijn werk, hè. Maar joh, je bent nog jong dus. Jong? Ik ben al 33. Nou, is goed. Je ziet jonger uit, maar 33 is ook voor tegenwoordig. Ja. Oké, okay, dus we gaan je zeker nog terugzien. Zeker weten. Misschien in Suriname bij de Warriors. Wie weet. Ilona knikt ja. En wie bent je ook? Wiebe ook. Als ik mag van mijn vrouw, hè, dan mag het. Als jij nog vrouw meenemen? Als het niet mag van mijn vrouw, dan maakt niet. Een vrouw gaat mee, mag niet. Kinderen, vrouw. Misschien wil zij het ook niet. Ja, Suriname is gezellig, joh. Want jij bent Capverdia? Nee, ik ben Antilliaans. Helemaal zwaar. Ik dacht dat je Capverdia bent. Oh, daar wil ze niet naar Suriname. Nee, geintje. Hey, maar succes in ieder geval. Hou ons op de hoogte als je een partij hebt. Ja, zeker weten. Oké, Oes. En dit Duitsland hier. En hier. Hij moet straks. Ja, maar ik wil hem niet storen. Hij zit in zijn zon. Ik zal wel even gaan zoomen kijken. Ja?
Martin Hiffens met Ryan Gibson. Sorry dat ik nummer op de was een knockout. Ja, hoeveelste ronde? De eerste ronde. Nee, en ik zie je nu met een medaille ook. Ja, deze wedstrijd jammer genoeg verloren. Was dat vandaag? Ja. Oh, jammer. Ik heb het gemist. Waarom heb je verloren, denk je? Ik weet niet. Slecht vochten. Ja. Geef niet, hè. Soms win je, soms verlies je. Kijk maar, vorige week heb je gewonnen. Wanneer was het? Ja, 2 weken terug. Ja. En nu verlies je, dus... Wanneer is je volgende partij? Volgens mij 22 oktober. Okay. Wiebe moet ook, geloof ik, daar of niet? In Drachten? Ja, die moet er ook. Oké. Okay. Nou, heel veel succes, hè? Ja, bedankt. Hoes. Hallo. Oh, je kan Simpson steunen? Ja, ik wil ook. Abigail, aangenaam. Trots op je dochter? Zij is sterk, hè? Ze heeft wel... Ik maak foto, wacht. Oh nee, ik kom terug foto maken. Nee. Vechtsport Online. Hoe is het? Ja, goed. Ja, wat doe jij hier? Ja, ik ben hier uitgenodigd. Michael doet het hier, de hoofdpartij. En helaas gaat die partij niet door. Omdat zijn tegenstander met 9 kilo te zwaar kwam. Dus dat is het hier. Maar wel genoeg jongens van Team Vechtsport Online die wel gevochten. Armin. Armin, Mahes, Marcelino. Het wordt nu ongeroepen, wat jij net zei. Het wordt nu ongeroepen. Het gaat even over het partij van Michael Dude gaat niet door tegen Congolo, want Congolo was te zwaar. Maar even terug naar jou. En jij, ik wist... 95 kilo dieper aan Michael Dude geven en zeggen
En deze, de uitdaging is open op 22 april. Wie wil hebben, kom je vrijwillig doen. Als jullie maar doen. Nou, zoals jullie het horen, titel wordt aan Michael Duut gegeven omdat Congolo te zwaar was. Dus nu is het open. Dus als iemand Duut wil uitdagen voor de titel. Nou, Hisham, even terug naar jou. Ik ken jou natuurlijk van Vechtsport Online. Vertel even wie jij daar bent, wat jij daar doet. Want jij bent het gezicht, het main gezicht. Ja, precies. Ik ben de manager bij Vechtsport Online. Ik organiseer dus alles rondom. Ik doe daar eigenlijk alles. Bij Vechtsport Online ben je heel oran. En voor dat we muziek opzetten, wil ik even alle Vechtsport even aankijken. Nu staan we in de ring. Ja, ik heb de microfoon. Ja. Nu is het los. Wil je nog iets zeggen tegen de tegenstander? Ik ben Vechtsport Online en dat is mijn collega dus. We doen ons best en we proberen zoveel mogelijk vechters te helpen. En natuurlijk zoveel mogelijk bestellingen binnen te halen. Dus ja. Hoe lang doen jullie dit al? Vechtsport Online bestaat nu ongeveer, ik denk 7, 8 jaar. Ik zie jullie nog steeds in Fusion? Ook in Fusion. Spelen? Ja. Ik zie jullie echt overal. En je hebt me net verteld dat je voor mij ook t-shirts gaat drukken. Ga ik ook doen. Dus hierbij zijn jullie allemaal getuigen dat ik shirtjes voor Alice ga nemen. Hey, Shortcut Fight News. Shortcut Fight News. Maar even over jou. Ik zag laatst een oude foto van jou. Bij Showtime, maar ik wist niet dat jij een kickbokser was. Maar ja, vertel even. Ik ben zelf ook kickbokser geweest. Ben ik nog steeds wel. Ik doe het nu hobbymatig. Ja, misschien dat ik volgend jaar weer een partijtje ga pakken. Ik heb nu gewoon heel druk met dagelijks leven, werk, etc. Dus hoe ouder je wordt, krijg je andere prioriteiten. En ik dacht ik ga voor iets dat mijn zekerheid biedt. En dat is kickboksen niet. Hoe oud ben jij? 26. 26, ik ben nog jong, dus je kan nog een comeback maken. Ik kan nog een comeback maken. In ieder geval heel veel succes met Vechtsport Online. Ik wacht op een t-shirt. En hopelijk een comeback voor jou in 2016. Boos. Jij ook, Kevin. Boos. Met legendarische Ivan Hippolyte. Multiple K3, hè? K3. Dat was nog voor de K1, hè? K1 Max was dat. Vertel. K1 Max. K3 was de voorloper van de K1 Max. Jij zat aan het hele begin. Aan het begin, ja. K3, K2 en K1 had je toen. En je hebt vier keer. Nee, ik werd de K3 kampioen van Japan en de K3 kampioen van Nederland had ik gewonnen. En daarna hebben ze op een gegeven moment, omdat ik dan de favoriete Japaner verslagen, hebben ze het nooit meer op georganiseerd. Helaas. Inpakken en wegwezen. En toen kwam later, toen kwam Masato. Die kwam toen. En toen hebben ze gedacht van nou, dan gaan ze maar naar de K1 Max tot 70. En mijn was tot 75. Ja, dat is dus een hoop op gevestigd. Maar jij bent een van de allerbeste. Ivan, wat vind je van het kickboksen van vandaag de dag? Vergeleken met jouw tijd. Maar is het toch nog amusant, toch? Jazeker. Als ik naar heel veel wedstrijden kijk, dan amuseer ik me meer. Dus, nee joh, het is nog steeds vechten. Maar in jullie tijd was het echt toernooi, hè? Nee, in onze tijd is het meer op eer en discipline. Tegenwoordig gaat het inderdaad vaak meer om het commercieel gedeelte. Hoeveel tafels verkoop je, dan mag je vechten. Hoeveel kaarten verkoop je, dan mag je vechten. Dat vind ik jammer. Vroeger was het echt een beetje uitgekozen omdat jij gewoon de beste was. En vandaag kan je niet meer garanderen dat de beste daar staat.
Want vaak is degene die het meest verkopen staat daar. En de beste die zit thuis op de bank te zeppen. Zodat hij gewoon geen vrienden heeft of geen netwerk heeft. Dat is jammer. Maar eerlijk gezegd heb ik het allemaal heel professioneel geworden met voeding en met sponsoren. En dat op zich is de sport goed vooruit te gaan. En natuurlijk heel veel sportscholen meer. Hè. Ik wil altijd even zeggen met kwaliteit praat, want iedereen kan hem gewoon de deur open en zeggen ik heb een kip op school. Maar dat is natuurlijk wel de aanvoer van vechters veel groter geworden. En dat merk je wel weer in de evenementen, er zijn heel veel evenementen. Dus goed voor de sport toch? Zeker. Nog een beetje politiek verder kunnen krijgen en een mooie toekomst hebben. Ja, ze zijn er zogenaamd mee bezig. Ja, ze zijn al 5 jaar mee ja, bezig. Ja, precies. Ivo, kunnen we jou misschien ooit nog in een veteranenpartij zien? Ja, als ik natuurlijk kan je maar op een veteranenpartij zien. Als een paar van de veteranen opstaan van de bank en gaan vechten, kom je kijken. Ja? Nee, kijken, ik bedoel meedoen. Oh, je bedoelt meedoen? Ja. Nee joh. Echt niet? Nee, Perry Ubeda, wat vind je van het Perry Ubeda? Ja, klopt. We gaan weer vechten. Ik ben benaderd ervoor, maar ik heb dacht ik wel. Je was te zwaar. Ik was te zwaar inderdaad, ik moest ook nog 15 kilo naar beneden. Ik zeg jongens, weet je, voor het bedrag wat jullie aanbieden moet het leuk blijven. En dan moet je ook nog tafels verkopen. En moet je ook nog tafels verkopen, dan gaan die kilo's niet voor verliezen. Hè? Nee, maar nee, joh. Weet je, ik heb zoiets van als je op een gegeven moment goed afzet hebt genomen, je hebt het goed gedaan. Hij heeft niks meer te bewijzen, hè? Ja, helemaal niks meer. Bewijzen. Weet je, en ik ben blij met mezelf. Ivo, mag ik je vragen over die partij van Sikking versus Ibrahim El Bouni? Is een protest ingediend? Is daar nog... protest ingediend en nu dat je erop terugkomt, eerlijk gezegd, tot de dag van vandaag is nog steeds niet helemaal behandeld. En ja, er komen net, heb ik net van tevoren, een tijd geleden de kleedkamer aangegeven. En sommige bewoners gaan toch, vind ik, heel makkelijk met de regels om. En dan hoor je opeens niks meer, totdat je zelf weer een bel gaat trekken van jongens, hoe zit het nou? En er wordt waarschijnlijk dan op een gegeven moment gezegd van ja, het is behandeld en hij heeft verloren, hij heeft gewonnen. Maar ja, neem jij dan nog serieus, weet je wel. Dus volgens mij zoveel weken na het indienen moet je al een uitslag krijgen. Dus je hebt nog steeds geen antwoord gekregen? Nog steeds geen antwoord gekregen. En welke bond is dit? Het was de bond die... Glenn Huisman. Ja, de WMTA. Hè? Dus we gaan eventjes... aan de bel trekken. Moet ik me herinneren, morgen ga ik eerst wat ik doe, of maandag, hè, zodra we weer aan het werk gaan, ga ik meteen even een belletje geven. Weet je waarom ik jou dat vraag, Ivan? Nou. Vandaag op internet was ook een Philippe Verlin, die had toch ook onterecht verloren van Bustati. Okay. En vandaag kwam op internet ook protest heeft ingediend en hij heeft toch gewonnen. Uiteindelijk heeft hij de win gekregen. Philippe Verlin. Oh, dat is ook die laatste partij. Oh, dat is leuk nieuws. Maar dat was België, hè? Dus... Dat is België, ja. En moet ik eerlijk zeggen, maar kijk hoe snel. Die gaat er heel zorgvuldig en heel resoluut gaan ze daarmee om. 16 september was dat. Ja, en nu al hebben ze antwoord. Ja, en jij hebt al, wanneer heb jij protest ingediend voordat Sikking abonneert? Ik weet niet hoe lang geleden. 3-4 maanden geleden. Maar we gaan erachteraan. Is goed, en hou ons op de hoogte. Als we het vergeten, gaan we daar maar vanuit. Even over Rachel LaDames. Rachel LaDames. Hoe is het? Ik zou je niet veel lastig vallen, want je staat straks tegen Anissa. Klopt. Haroui van Mike's Gym, hè? Ja. Mike's Gym versus Vos Gym. Klopt. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb er zin in. Veel getraind voor deze partij. Ja? Want Anissa die is volop aan het trainen vandaar dat ik het ook aan jou vraag. Ja, tuurlijk. Je kan niet zomaar die ring instappen. Nee. Ivan zal je ook niet zomaar erin laten. Precies. Hey, ik spreek je straks nog, lieve schat. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Ivan! Dankjewel. Heel veel succes, hè? Groetjes. Ja, Oes. Oes. Andrew, hey. Wat is er vanavond allemaal gebeurd? Eentje verloren, en twee gaan zeker winnen. Oh, ik ben daar verloren net, maar wel goed gevochten. Dus dat is nog niet om, dus leren. En dus nog alleen nog Rachel en Mika. En alle mannen. En Noah. Nou, Leon. Oh, Leon. Noah. Vecht jij ook of niet? Noah, vandaag ik vecht niet. Nee. Trainen? Assisteren. Oh, wat leuk. Nou, succes jullie allemaal. Mike's Gym. Hoe is het? Goed, Warriors 4 in Norrig. Ja.
Vertel, wie hebben jullie hier staan? We hebben Kwasi. Die heeft verloren. We hebben Kwasi, die moet nog vechten. Kleine Willem, die moet zo vechten. We hebben Amin en Anissa voor de titel. Anissa, hè, voor de titel? Ja. Oh. Ze hebben 4 man hier staan, hè? 5. Eentje heeft al gevochten, ja. Ja, ik kan niet tellen. Ja, maakt niet uit. 4+1 is 5. Oh, Vincent hebben we ook nog, ja. Vincent en Marta hebben we ook nog. Maar jullie gaan goed, Maïsdien, zoals gewoonlijk. Maar jij gaat ook goed. Ja, ik doe mijn best. Hoe gaat het met je? Ik volg je op Facebook. Ja. Hoe gaat het met je trainingen? Ik zie het gaat goed. Trainingen gaat goed. Ik zit bijna volgeboekt. Dus het gaat heel goed, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval succes voor vanavond, hè? Dankjewel. Ja, succes. Klein al gevonden. Allang. Allang. Ja, waarom vraag je het eigenlijk? Hoe is het, jongens? Oeh, ik zie allemaal VIP's in deze kamer. Allemaal. Maar Massie, vertel, Marcel de Vlinder. Ja. Hoe is het? Goed, en met u? Wie heb jij staan vandaag? Sowieso Kwasi. Hoe is het, Kwasi? Jij lijkt zoveel op je broer. Nou, ging toch door jouw partij dus? Want er was, ja, er was iets aan de hand. Tegen Armin. Oh, jij moet tegen Armin, hè? Het is gewoon een losse partij, hè? Ja. Heel veel succes. Je bent een stuk langer als hem. Ja, is dat in je voordeel, denk je? Ja, natuurlijk. Ga je gebruiken, hè? Ja. Ja, jullie zijn alle twee knokkers, dus succes, hè? Kijk, spreek hij je straks vochten. Nog. Onze Willem, de beuken. Willem, zeg even hoe oud je bent. Hij is 10, voor tegen een jongen van 13. Ja. En? Vertel maar, Willem, wordt geïnterviewd. Gewonnen? Goed zo. Hoeveel partijen heb je al gevochten? Veel, 15. Zo, hallo. Succes bij je volgende partij, gefeliciteerd. Hoe heet jij? Ik vraag niet. Sorry? Ik vraag niet, hij is meerscoach. Meerscoach. Maar Massie, even over jou dan. Even over jou. Jij gaat ook goed. Jij zit in China, jij zit in Japan. Gelukkig wel. Ik word goed getraind door de man hier. Milano! Oh, je moet jou straks ook hebben. Oh, wacht. Maar vertel even over jezelf. Wanneer is je volgende partij? Sorry? Wanneer is je volgende partij? Ik heb nog niks zeker staan. Ik hoop 31 oktober in China. Waarschijnlijk ja. Maar ik heb nog niks gehoord. Maar ik train altijd hard. Maar Marcel, je hebt al zoveel gedaan eigenlijk. Wat is nou nog je... Waar wil je heen? Ik heb veel gedaan, maar ik ben pas 22, dus er kan nog veel meer gebeuren. Dus, zeker, vandaar, waar wil je heen? Overal. Heel veel succes? Yes, dan. Je vader gaat ook goed, hè? Ja, zeker, zeker. Samuel Jackson, zag ik. Ja, ik ben dus hard 6-2. Dus, ga je ook meedoen met vechtersuit dit keer? Nee, is niks voor mij. Nee? Nee. Ja, heel veel succes, hè? Ja, goed. Nu of zo direct? En smaakje? Mohammed Amin. Mohammed Amin, ben jij? Jij moet straks? Zou je me terug laten? Spreek ik je straks? Nee? Vertel even, tegen wie moet jij straks? Ik ben Mohammed Amin, ik vecht tegen Nicolas Richard, de Duitser. Maar 82 kilo, dat is zo. Dat is mijn eerste A-partij. Losse partij, hè? Of is het titel? Nee, losse partij. En hij heeft heel veel succes. Ik ben Vincent Mata, ik kom uit Limburg. Ik vecht voor Mike Jim, sinds kort. Maar vertel even je gewicht en je... Ik ben 60 kilo, ik ben A-klasse, mijn tweede partij van Mike. Heb je al gevochten of moet je nog? Nee, ik moet nog vechten. Tegen wie sta je? Kevin Hox. In Duitsland. Jou tegen de Duitsers? Jij mag ook tegen de Duitsers? Hij ook? Yes. Het is Mike's gym versus Germany. Yes. Waar is Mike? Hij zit bij Badden. Mike is hier. Waar is Mike? Hij is nog bij. Ik ga straks naar Mike dan. Milano, vertel even. Oh, dit? Wil je horen? Dit is je tweede interview vandaag. Ja. Gaat nu geld kosten, hè? Nou, misschien. Per minuut. Maar je hebt ze klaargestoomd, hè? Nee, ik heb iedereen klaargestoomd, ja. Hij ook. Kwasi. Ja, maar hij moet straks tegen Armenië. Maakt niet uit. Ik heb vlag bij me. Dus ik moet nu gewoon erin blijven. Hé, hey, succes jongens, hè. Oes. Oes, hè. Ik vind het
Ik heb jou helemaal niet gezien, schat. Ik zat daar in het hoekje. Ben je aanspreekbaar of straks? Nee, straks. Is goed, schat. Is goed. Succes. Dankjewel. Michael Bab. Wat ga je me vragen? Ik ontloop juist iedereen vandaag. Maar Michael Bab, wat doe jij in deze kleedkamer? Ik wil overal komen, toch? Jij hebt paspoort, weet ik net als mij. Je hebt paspoort, je komt overal. Nee, maar serieus, waarom zit je niet bij Van Gym? Ja, ik ben een vriend en zo. Ja, dat is waar. Maar wie heb je hier zitten dan? Gewoon support. Niemand uit. Gewoon support. Nee, ik support. Ik support Ser. Vind ik leuk. Ah. Ik support deze dame. Ah, alleen ze heeft niet geluisterd. Niet goed geluisterd? Hoor je me? Ik heet het. Maar vertel, Michael. Waar komt dat van? Ja, wil je die stemmen horen je toch wel? Jij traint Ser ook? Ja, ik train af en toe met ze. Oké. Waar? Bij Simon Gym. Dat klopt, hij heeft in Amsterdam een... Tegen wie moet zij, want niemand weet... Een of andere... Duitser ook? Ja. Alweer. Mike Gym staat tegen Duitsland vandaag, hè? Alle drie. Drie ik tegen... Ik heb geen idee wie ze allemaal staan. Nou ja, niet gaan succes. En jij ook, Abby, bij je volgende... Hou je in de gaten? Ja. Oes, hè? Jury, Mike Gym, Jury Mes. Legendarisch Jury Mes. Hoe is het? Dus een Je hebt gewonnen, man. Zo, maar wat hard. Nee? Ging het makkelijk? Ja, maar zeker. Vertel even. Ja, had maar echt één trucje. En ik heb meerdere trucjes tussen Yes. Maar je bent niet echt moe, je ziet er niet echt moe uit. Nee, train hard ook dag. Maar laat even zien wat je gewonnen hebt dan. Jee, ik ga even zoomen, ja. Maar dit is een Warriors titel of is dit een... Warriors titel, geloof ik. Steady party. Ja, Warriors titel, ja. Nou ja, doe me eens even zo. Yes, nou in ieder geval gefeliciteerd. Wanneer is je volgende partij? Ik zie je broer, zie ik op de overal, het hele jaar doorstaat hij. Loren, hè? Wat spannend, hè? Hey, Oes, gefeliciteerd, hè? Ik maak uit. Oh, ik wil weten met wie hij is. Hij want to ask you. Ja, hij is hier ja, een soort van een Franse training. Bij wie? Bij mij? Ja, bij mij. Ah, je blijft in de huis. Yeah. You were sleeping before there in the room. I think it was you. Yeah. Oh, yeah. Yeah, it was you. Yeah. What's your fight also? Yeah, fighting. Yeah, okay. You want to interview me? Yes, yeah, already. It's yeah, already around. Right. What's your name? My name is Yang Kuo. Yeah, so I fight for Mike Gym, my first fight, so I lose it, but I learn a lot from it. Yeah, it is You fought tonight? Yeah, I already fight. But which class are you? In N, class N. Okay, you're a beginner, huh? Yeah, I'm a beginner, man. And you are from Spain? Yeah, I'm from Spain, but naturally Africa, Gambia. But you live in Spain, you come to Amsterdam to train? Yeah, I come to Amsterdam for training, man. And when is your next fight? I don't know yet, but very soon, you know, I'm going to do more, a lot of preparation for it. Yeah. Once again, your name? Yang Kuo. We will start to follow you now on Facebook. Your success. Yeah, for sure. Anissa, how do we met Jurimis?
Mike Jim. How are you, Chad? I feel good, thank you. You are here today at Warriors 4 in Norg to support your Mike's team? Corner man, yes. Well, Guy William, Kwasi, this guy William, Vin and Kwasi also. You know, I warm up, but I need all the fighter warm up little bit. That's why I don't go to corner man. But tell me about your last fight. You were at Glory title fight. Everybody know I lose for points. No problem. It was a classic Glory robbery. No problem. So I hope next Glory in the next year I come back. So everything was good. And my next fight for China, 31 October or 5 November. Kunlun? Maybe you can loan, maybe other organization. Now I went in for promoter, which organization I fight them, so soon fight. I want to ask you about your weight, about your weight class. Are you gonna switch weight class as Glory or not? Are you gonna stay at the featherweight or are you gonna go to lightweight? I stay at 65 kilo, I stay at 65 kilo. If have for Glory proposition for 17, I can also fight for my weight now 70, 71, so you won from Marat on 70, yeah? Yeah, no problem, no problem. We train every day if I'm staying in Holland. We train every day. Sometimes, of course, I go to Ukraine on vacation and I'm there rest. So if I'm Holland, I'm ready. What do you think about Robin Valsmala, who is dropping weight and going for the title fight? This interesting fight. We talked before for guys in the gym for this fight. I think if Robin don't hit Varga, if he hit Varga, he win. But Varga can make for tactic and strategy fight, and he win for points. Varga maybe win for points. If Robin not knock him out, Varga win points. So Robin needs to knock him out, otherwise he's gonna lose some points. I think so. Robin punch and Varga so smart guy. Good strategy, so it's interesting fight. Power and other strategy, something like this. Do you think it's a smart move from Rosmala to drop to the featherweight? Yeah, if he feel good, lose weight for 5-6 kilo for him is normal, is good. Sometimes I'm also experienced for 70 kilo. 65 for so need try first after we know. So after 22 October we know. I want to ask you 22 October what weight are you gonna fight? 70. Your next fight. What 31 weight? 31 October, yeah. Maybe 70 kilo, maybe 65, I think so 70. And what do you think about Marat versus Siti Chai for the title? It's also nice fight. So Po, Siti Chai and Marat is which fight? Number 3? Oh, I don't know. This interesting fight. Interesting fight. We will see. Yeah. I don't know. This is fight, I don't know. Yeah. Because if Robin wins, then he becomes a champion. And then maybe you will face him. I think if... see for this 22 October and not sure what guys do after this. Maybe Robin go to 17 again, we don't know. Would you like to fight him? Robin. Yeah, why? It's everybody so strong and for me it's good if I fight for strong guy. I also learn and my level up. For me this is like good if I'm fight for strong guy like Robin Rusmalin says if I fight this guy it's very good for me this. You know to serve. What do you think of Anissa? Yeah, Anissa ready. He's fast, power girl, so we will see his nice match. Title fighter? Yeah, title fight. And a very good opponent? Yes, I don't know. I don't know which appointment. Yes.
You don't know her. But we train for this. And any news on your next fight at Glory? Who? Your next fight at Glory? I think next year. Maybe something change and I fight soon. We will know. If Glory something tell me, I come. Okay. Well, anyway, success with everything you do. Okay. Thank you. Anyway, you are a champ in the Glory book, so this is yours. This title is yours forever. So, and you will get it back. Trust me, you are still young. You are, how old are you? Yeah, 26. Yeah, you are young. You have time to take more belts. Yeah, okay. Sergey Adamchuk, Mike Jim, thank you for the interview. Bye. Bye. Druk, hè? Heel snel, hè. Even, hoeveel mannen heb je staan vandaag, Mike? Zes, geloof ik. Zes, en een dame. Hoeveel heb je al gewonnen nu? Vier? Nee, je moet er nog twee. Ik denk twee op twee. Nog twee, hè? Dus, ja. Mike, even snel. Badahari, je zit in Marokko trainen. Druk. Ik kom naar Nederland. Snel. Ja? Ik kom binnenkort, ja? Daar. Yes. Ben je aanspreekbaar, lieve meneer? Vertel, sir. Ik heb je partij gezien. Wat vond je ervan? Tooth for tooth. Wat vond je ervan? Hard. Maar wat vond je van de uitslag? Ik weet niet, want het was gewoon, jij gaf hem een goeie, hij gaf jou een goeie, had misschien wel een extra ronde gemoeten. Ja. Ging heen en weer, het ging heen en weer. Het ging heen en weer, ik weet alleen van, het publiek hoorde, die vond de uitslag raar. Want de laatste drie rondes, de eerste twee rondes heb ik eerlijk verloren. Maar de laatste drie, denk ik van niet, weet je wel. Dus, wat ik ook hoorde van het publiek was het er niet mee eens. En ik zit wel, ja, wat ik begreep dat ze wel de beelden opnieuw gaan bekijken. Ja, ook als je kwam wel protest in, Nina. Ja, wat ik had gezien, moet eerlijk zeggen, ik heb die laatste ronde niet gezien. Maar het ging heen en weer, jij gaf hem een pak rammel en je krijgt een pak rammel. Het ging boem, boem, en hard. Het waren zware klappen, waren het, hè. Het was een harde partij. Ja. Het was een leuke partij, een harde partij. Dus. Maar dus daar ben ik niet ontevreden, maar ik heb een goede partij gevochten. Alleen ja, weet je, dus, dat was een Nederlands titel gevecht en normaal klaag ik niet. Nee, maar logisch. Maar nu denk ik van, weet je, de laatste drie rondes waren voor mij, niet voor hem. Hij schrok er zelf van. Okay, ik sprak hem later en hij zegt van, hey, I don't know if I win. Gebrek Engels. Weet je, en, Duitser, hè? Hij zei Duitser, ja. Dus ik zei ook van, ja, weet je, hij zei, ja, you won, weet je, that's the judge. Ja. Dan gaan ze het hopelijk terugkijken en dan horen we nog terug van jou. Sowieso. Ja, sowieso. Hou je hem op de hoogte? Ik hou op de hoogte, sowieso. Ik ben druk bezig met mijn eigen ding. Dus, je sportschool, hè? Ja, nieuwe sportschool. Vorige keer was je hier met je hele groep jongens. Ja, klopt. Ik vecht het binnenkort weer. Ik had het echt druk op mijn eigen sportschool. Gefocust, dus ik heb ook niet trainen, sportschool, zwaar. Hij staat, kom maar. Kom maar, papa. Oh, is je zoutje. Ja, kan je hier plassen, kom maar. Kom. Kom maar hier plassen bij papa daar. En ik zeg maar. Mijn zoontje, hallo. Ja, dat is mijn zoontje. Hoe heet hij? Dat is Jalen. Kleine junior. Ik ben Jalen. Hey junior, heb je papa zien vechten of mocht je niet kijken? Jawel. Wat vond jij? Papa onterecht verloren? Ik vond dat hij had. Papa was beter, hè? Nee, maar hou ons op de hoogte, sir. Ja, sowieso. En, kijk, ik zeg, ik vecht als het goed is nog Nederland-Thailand, november. Bij Slam? Bij Slam. En kijk, december vecht ik in Suriname. Dat zal dan mijn laatste partij zijn. Laatste, hoe bedoel je? Ja, laatste? Ik ben 35. Ben je al 35? Maar je ziet jonger uit dan je veel jonger. Dankjewel. Maar ik ben 35 en ik wil me echt focussen alleen op mijn eigen sportschool. Waarom niet, hè? Waarom niet? Dus daarom ben ik ook extra teleurgesteld. Mm, ik heb dit jaar één belt gepakt en ik dacht, ik pak nu de tweede. Ja, dat is niet gelukt. Maar goed, we gaan even in protest. Deze kan je afwachten. We gaan nu in protest. Dus ik hoop dat het goed komt. Philip Verlinde heeft ook. Je zag bij Philip Verlinde tegen Boustati dat het toch is teruggedraaid. Dus ja, terecht ook. Maar ja, ik snap, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind, daarom ben ik ook mee eens met jouw comments. Weet je, de jury dingen in Nederland. Weet je, en sowieso ook bijvoorbeeld sommige uitslagen bij Glory bijvoorbeeld. Ja, sorry, ik vind ze Glory niet. Kijk naar Myrtle toen tegen Nicky Hosker. Duidelijke winnaar Myrtle. En Sergey laatst tegen Adam, tegen Varga. Ja, hetzelfde, weet je. Dus
Ik vind dat de jury een keer gewoon goed moet kijken of ze moeten allemaal een bril kopen. En goed kunnen kijken naar een bepaalde uitslag. Want ik ben, zeg je eerlijk, ik ben nu ook zelf slachtoffer van. Andrew! Ik ben zelf nu slachtoffer van, maar ik zeg je heel eerlijk. Hoe ze bijvoorbeeld mensen van onze sportschool naaien, Myrtle, Sergei. Je zag het laatst met Philip Verlinden tegen bestaat in goede vechten. Geen alle respect voor die gozer, maar je zag duidelijk dat hij niet had gewonnen. Weet je, en het, ja, omdat hij misschien een fusion kampioen is, had hij gewonnen. Maar als iedereen gewoon een keertje recht gaat kijken, zag je duidelijk dat Philip Verlinden had gewonnen. Daarom ben ik ook blij dat ze terug hebben gedraaid. Ja. Eindelijk is er gerechtigheid. En ik hoop dat ze nu dat ook gaan doen. Ik sprak net Ivan Hippolyta over die uitslag van Fred Sikking tegen El Bouni. Hij heeft ook protest ingediend, dus hij gaat ook even aankloppen nu van... Nog geen antwoord gekregen, dat was 6 maanden geleden. Ja, dat bedoel ik, maar ze zijn zo laks, juryleden. Maar goed, ik ben gewoon... we gaan het doen. Ik heb het goed gevochten, een goede partij, iedereen heeft ervan genoten, dat vind ik belangrijk. Waar staan je Suriname van? Ik sta in de NIS, in de grote... Wil je patat? Ik ga met jou patat eten, goed? Moet ik jou bestellen? Dat is mijn vraag. Ja, ik zag het. Hoi! Ik zeg even noemen. Hé, hey, Marcel, want Etienne vertelde me dat hij gaat volgend jaar met Angelo Simpson in Suriname niet doorgezet. Ja, ook met mij. Oké, maar ga je daar ook staan of niet? Eigenlijk zou ik december mijn laatste partij vechten. Nee. Maar ja, weet je dus, het begint, hoe ik vandaag weer heb gevochten. En het publiek hoe ze hebben genoten, was gewoon een leuke beukpartij. Maar ik wil me eigenlijk zelf echt focussen op mijn sportschool en op mijn gezin. Waarom niet? Belangrijkste. Ja, tuurlijk. Want hoeveel kinderen heb je nou? Ik heb 1 kind. Hey, deze die hier net is. Ja, dat is mijn zoon. Oké. Nou ja, wens je veel succes. Hou ons op de hoogte even over die... Ja, sowieso ook lui op de hoogte. En 29 oktober, opening van mijn nieuwe sportschool. Je bent welkom. Oh, dankjewel. Ik zal nog een uitnodiging. Ja, doe maar. En Amsterdam? Nee, het is bij Alkmaar in de buurt. Dus je moet een stukje rijden. Oké. Dus dat komt goed. Is goed. Serge Jim. Oes. Fabio Kwasi, Melanie Geugjes, Chico Kwasi van Mike's Gym. In de building! Wat is part 4 in Norg? Chico Kwasi, je hebt net gewonnen van Armen Hovesian. Ja. Weer op titel. Fabio, jij moet binnenkort tegen Loren. Ja, yes, dat is volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag moet ik tegen Loren of jij van Force Gym in Tenerife. Wat een mooie pot, hè? Ja, dat is de hoofdpartij van de avond. Ik zal jou nog op een flyer staan. Ik moet ook eind oktober heb ik een K1 toernooi in Servië. Ja, klopt. Heel achtmans. Ja. Heel veel succes. Ja. Melanie, you're on the grind, girl. Ik zie jou echt, je bent druk, hè? Ja, klopt. Jij hebt echt de ene na de andere partij, hè? Klopt, ja ook. Ja. MMA, hè? Ja, vooral MMA. Wanneer kom je terug naar het kick? Oh nee, ik zag je op de vlees. Glorious Heroes. Ja, tegen iemand Barlow. Blijf staan. Nee, dat wordt een hele mooie pot. Ja, zeker. Want jij hoort in die level of zeker, daar. Ik heb in ieder geval een code voor de livestream. Dus je gaat in ieder geval kijken, Glorious Leuk. Heroes. Ja, gezellig. Maar in ieder geval heel veel succes. Ja, en ik ben echt blij dat je een beetje terugkomt uit kickbox ook. Want ik kijk geen MMA. Nee, maar ik weet dat je goed gaat. Ik weet dat je goed gaat in de naam. Vertel even snel. Je partij bij het MMA? Mijn laatste partij voor mijn MMA? Ja, ging goed. Laatste partij, Blijf erbij staan. Ging gepland zoals ik had verwacht. Samen met Anissa hebben we een goede gameplan bedacht en partij gewonnen. Goed zo. Dus. Dus u blijft een beetje wel een K-1 of in de... Na deze partij tegen Iman Barlow, dan vecht ik 2 weken later nog een MMA partij. Blijf in de Massi, kom even foto. Massi, even een groepsfoto. En daarna vecht ik weer MMA en waarschijnlijk daarna vecht ik ook op Crush. Crush, ja, maar dat is kickboksen, ja. Oké. Nou, we blijven je volgen, je weet het, hè. Je weet het zelf, hè. Oes. Ik zag al film gaan. Rachel Lazaro!
Anissa! Uit die vlees! Goed zo! Kom op Anissa! Gelijk het door! Blijf bewegen! Anissa, 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 blijf bewegen!
Hoe is het, Mike? Goed. Anissa net gewonnen. Ik kwam eigenlijk Anissa opzoeken. Anissa is hier nog. Ja, ik kom even Anissa opzoeken. Ik laat Jegis. Jegis is nu aan het vechten, maar Anissa. Lieve schat, je hebt gewonnen. Ja, dat klopt. Wat een mooie partij. Dankjewel. Echt. Dankjewel. Echt een mooie partij. Maar het was hard. Ja, het was een harde partij. Ik kon het niet meer bijhouden. Ik ben geen expert, maar het ging voor mij ging heen en weer. Bam, 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 bam. Ja, vol speed, hè? Conditie. Maar jij bent nu, was dat een Warriors titel of een andere titel? Nee, dat was echt de wereldtitel, ja. Hè? Dus je bent nu, hoeveel titels heb je nu? In totaal, even kijken, 4, 5 nu. Ja, gaat goed. En je bent nog jong, dus binnenkort hopelijk bij de grotere promoties. Ja, hè? Ja. In ieder geval heel veel gefeliciteerd. Dankjewel. En wanneer is je volgende partij? 30 oktober. Waar? In China. Ga je naar China? Jee. Heel veel succes, schat. Ja, ik moet terug. Jegis is aan het vechten nu, dus ik moet... Part 4 in Norrig. Ja. Hoe is het, meid? Gaat heel goed, dankjewel. Vertel, wat we allemaal hebben gelezen in de social media, auto-ongeluk. Ja, ik heb 24 augustus een auto-ongeluk gehad. En was op de snelweg. Ik ben van de weg geraakt, ik ben een paar keer getold op de weg. Daarna ben ik 6 keer over de kop gevlogen, talud in, op zijn kop geëindigd, gebroken nek. En ik ben met gebroken nek ben ik eruit geklommen aan de bijrijderskant. Ja, ik moest eruit, want ik zat in het talud. Hier is de snelweg en hier was het talud. Dus niemand had mij gezien, dus ik moest eruit. Om bovenaan om hulp te vragen. Dat heb ik gedaan. En naar het ziekenhuis, et cetera, et cetera. En nu zijn we hier. We zijn iets verder dan een maand. En het gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed. Nek gebroken, voor alle duidelijkheid. Ja. Ja, mijn vijfde nekwerf heb ik gebroken. Wat je met het boksen niet hebt meegemaakt, heb je dus in het dagelijkse leven. Ja. En maar heb je ook gerevalideerd of ben je echt op... Wat ik net zeg, het is iets langer dan een maand geleden. Dus ik moet volgende week op eerste controle. En dan hoor ik hoe of wat. Maar wat ik altijd wel heel leuk vind om te horen is dat de mensen nu al wel versteld staan ik eigenlijk ben. En dat het gewoon, het gaat gewoon ontzettend goed. En het ziekenhuis, die heeft ook zoiets van, weet je wel, het gaat goed, het gaat prima. En ik moet inderdaad nog horen hoe of wat verder. Maar ik denk niet dat ik echt nog een verdere revalidatie nodig heb. Omdat ik de revalidatie is om het sterker te maken. Om weer goed te kunnen lopen, et cetera, et cetera.
En dat kan ik gewoon. Dat gaat gewoon prima. Maar ik heb al ervaring met eerdere vechters die ook ongeluk hadden gehad. En waarbij het ziekenhuispersoneel zei van, vanwege het verleden, het sportsverleden, heeft hij dit overleefd of kan hij zo snel recoveren? Zeker weten. 100%. Ja. Dus ja. Dat is wel je voordeeltje? Ja, zeker. Dat is echt een voordeel. Want anders weet ik niet of ik dit na had kunnen vertellen. Maar ja, je straalt positief uit en je traint nog steeds bij Colosseum? Ja, ja. En volgende week heb je controle, dan hoor je... Wat? Vorig jaar was je de winnares bij Fight Queens Gala in Rotterdam. Klopt. En dit jaar, ik heb weer een flyer gezien, hij gaat weer eentje organiseren. Mm-hmm. Dus deze ga je even skippen? Ja, helaas wel. Anders was ik er misschien wel weer geweest. En had je het moeten verdedigen, toch? Of niet? Of moet je dan weer helemaal opnieuw meedoen? Nee, volgens mij moet hij opnieuw, hoor. Het is niet dat je die van vorige keer moet verdedigen. Nou, je hebt deze in je pocket. Precies. En je hebt misschien nog van meiden die hebben meegedaan vorig jaar en dit jaar weer. Ja. Maar je zal zeker wel langs gaan even om te kijken. Weet ik niet. Dat wel leuk. Zou misschien leuk zijn. Het zou wel leuk zijn. Want jij bent toch de Fight Queen van Rotterdam. Dat is waar. Dat is waar. Ik hoef je niet te vragen wanneer je volgende partij is. Dat kan je best vragen. Want ik ga gewoon knallen weer, hoor. Dit jaar dan niet. Nee. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer knallen. 100%. Ja. Wat zeiden je trainers over jou? Over het ongeluk? Nee, over hoe je hier nu bent. Ja, die vinden dat ook top. Die vinden dat ook geweldig natuurlijk. Ja, die vinden het fijn om te zien dat het goed met hun vechten gaat. Die zijn ook ontzettend geschrokken. Je hebt ontzettend veel berichtjes gehad op Facebook. Wilde ook een bericht sturen, maar ik dacht laat maar, want... Ja, dat was echt niet normaal. Maar ergens vond ik dat wel heel fijn. Ja. Weet je wel, iedereen die dan toch betrokken is en... dat je dat leest, weet je wel. En dat heeft mij ook veel kracht gegeven, hoor. Dat toch wel. De mensen om je geven, ja. Dat is op je wacht, hè? Ja, er waren zelfs mensen die, dat was dan net na het ongeluk, die dan zeiden, ja, ik brand een kaarsje voor je. Mm-hmm. Weet je wel, ja. Zo ver ging dat. Zeker. Ja, ik schrok echt ook toen ik het... Maar ja, het gaat goed, dus ja, we houden het positief. Ja. Wanneer ga je een beetje langzaam trainen? Ik... Ik zag je bij het Colosseum, ik zag je niks doen, maar je was al een beetje... Ja in principe je onderlichaam langzamer. Mag je wel een beetje toch... Precies, en niet te snel. Rust gaan, goed de tijd nemen, want het moet wel herstellen. Laten we eerlijk wezen, het is gewoon een wond. En een breuk. En gewoon rustig gaan. Heb je nu pijn of niet? Nee. Nou, dan... Nee, ik heb geen pijn. Ik heb geen pijn tijdens een training. Ik heb geen pijn tijdens lopen. Eén maand geleden is dit gebeurd. Belachelijk, ja. Hè? Ja, ik heb gewoon... Toen ik uit het ziekenhuis kwam, was na een week... heb ik morfinepillen, diclofenac, alles heb ik meegekregen. En ik ben ook gestopt met medicatie. Je hebt al afgebouwd met medicatie? Ja. Dus je bent eigenlijk al... Eigenlijk ben ik... wat medicatie betreft en dat zooitje, zeg maar, ben ik gewoon klaar. Volgende week hou me op de hoogte, dan zet ik altijd op Facebook. Jij zet op Facebook, tag maar. Je haarkort. Ja, dat moest er netjes daar. Je litteken is hier achter in je nek. Ja. Oh my god. Ik had het op de voor. Maar het staat je goed. Dankjewel. Even Dennis, kom even erbij. Dennis Koeling. Nog wel even in het zonnetje zetten. Hallo Dennis Koeling. Ja. En ik zie dat jij in een vrouwenteam. Jij sponsort vrouwelijke vechters. Damesvechters, ja. Damesvechters, onder andere Ruby. Ja. Vertel even over BCB. BCB, trainingsbureau, bedrijfstraining, heeft niks met sport te maken. En ja, we verzorgen bedrijfstraining, heel breed, wel heel erg gericht op uniformen, dat wel. Dus politieacademie, scholen, ROC's, maar ook hele andere vakgebieden. Diplomas ook, hè? Beveiliging, alles? Ja, particulier beveiliger, handhavers, opsporing, van alles, ja. Breed georiënteerd. En de damesport is 6 jaar geleden begonnen. Ooit bij een andere gym en zijn we voorzichtiger eerst met 1 dame begonnen. En dat is wel wat gehusteld en gewisseld in de loop der tijden, maar we hebben een heel sterk team staan qua sponsor. Noem eens een paar namen. We hebben Ruby natuurlijk. Nou, hoe lang ben je bij ons nu? Weet ik niet eens precies. Sarah Pas. Maar Noeska van Tijn. Olympisch team Nederlands. Zilver. Het wisselt wel eens wat, maar we hebben een paar hele vaste namen. Dus hoeveel kickboxers dames heb jij nu? Niet zoveel meer. Dat 4 is, dan toch wel? Je hebt, als je Ruby pakt, je hebt Hatties, die is MMA nu. Hè? Dus, die zit nu in Las Vegas. Dat kun je niet meer zien, ja. Marieke Post, die vecht niet meer actief, maar die steunen nog wel. Roxanne Gaal, die vecht niet meer actief, maar die steunen nog steeds. Geen sportschool meer, daar zijn we ook mee gestopt. Dus eigenlijk is het is wel klein geworden, maar heel solide. Een heel leuk hechtteam en met stevige kanjes.
goed geschoold, goed gewerkt. Nou, je bent wel aanwezig in de lokale. Ik moet wel niks zeggen, die naam ook. Die training, dat logo zie je ook echt terug in. Ja, maar goed, we zijn heel trots op de dames. Ja. Maar jij bent echt een kickboxfan ook, hè? Je houdt echt van kickboxen. Ik hou van kickboxen. Ik sport zelfs niet, maar ik hou van kickboxen. Jij bent goed met Simpson Gym. Ja. Je steunt Jakey Siegel. Die komt altijd langs als hij vecht. Als hij vecht, dan ben ik zo'n topper. Nou, maak maar even reclame. Waar kunnen mensen zich aanmelden voor... Als mensen zich kunnen aanmelden, dan kunnen ze op twee manieren doen. Of ze melden zich op de Facebookpagina van Ruby natuurlijk. Want alles wat ze via Ruby meldt, heeft Ruby voordeel bij. Of anders gewoon via mijn website, bcip-trainingen.nl. En eigenlijk bedoelen we alles van... Dennis Koelen, met C-N-G-H. Ja, C-O-E-L-I-N-G. En op Facebook natuurlijk, jullie Facebook, allebei. Dennis Koeling, vind me maar. Hoe vind jij het trouwens om bij Dennis in zijn Charlie's Angels team te zitten? No. Ik vind het leuk. Is het ook, ja. Ja, en wat ik ook belangrijk vind is dat sponsors komen kijken bij een partij. Hmm. En met die meiden, weet je wel. Je hebt niet echt heel veel persoonlijk contact, maar je kent elkaar wel en toch steun je elkaar wel. Net als met Abigail, die heeft vanavond gevochten, die zit daar niet... officieel niet meer bij ons. Maar toch vind ik het wel heel leuk om haar te zien vechten. En steun ik er ook zeker. Ja, als team ook. Ja. Gelijk, hè, vanavond. Zoals, ja. Nou ja, nu ga je Dennis gaan we vaker zien op gala's. Jou gaan we binnenkort volgend jaar terugzien in de ring. 100%. Dus ik wens jullie allebei heel veel succes. Dank bedankt voor het interview. Dank je. Stop! 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 St
Dat wou hij niet. Toen ja, kwamen zijn trainers er bijeen. We hadden toch wel iets afvallen. Tot vandaag, zeg maar. We hadden hem niet tijd gegeven. En ja, het is niet gelukt. En het is wel spijtig. Ja, ik vind het echt jammer. Ik kijk echt naar de partij uit. Iedereen. Ja, iedereen, ja. Het is best druk. Michael, laat ik dat je belt zien. Waar is je belt? Ja, maar ja. Het werd net omgeroepen dat je krijgt alsnog de belt. En nu moet je hem eigenlijk verdedigen. Ja. De kans komt nooit weer terug. Dus zeg maar niet met de vrees en de kans komt nooit meer terug. Maar hij zegt, hij is niet bang. Hij zegt... Waar je eenmalig helemaal je visie kan verbouwen. Ja, eenmalig. En het is gewoon klaar, weet je. Het moment is weg. Is het moment weg? Want hij zegt, hij gaat je uitdagen. Het moment is voorbij. Snap je? Ik sta 10-7 in glory. Ik vecht 20. Oh shit, ja shit. Ah, mag wel. Ga door. Nee. Je staat in glory tegen Ilunga, heb ik gehoord. Ja, maar ik mag niet zeggen. Nee, ik heb al gehoord. Als je die kaart is uitgebracht. Oh, je had al gehoord? Oh, ik werd 10 december in glory in Oberhausen tegen Daniel Ilunga, een rematch. Kijk, dat zijn jongens, Patrick Veenstra, wat de fuck, waar praten we over? Marcelo Adriaans in Glorious Heroes de Groningen. Leuk vechten, klaar, gaan we het leuk van maken. Wat, je hebt in ieder geval getraind voor vandaag, ging helaas niet door. Maar je bent in ieder geval klaar voor, wanneer is dat? 20 november? Ah, 20 november. Ja, ik neem een week rust nu. En dan ga ik weer vol gas. Nog steeds bij Manhoef? Ja, nog steeds bij Manhoef. Nou, je ziet er nu al goed uit. Wat zeg je? Je ziet er nu al goed uit, goed afgetraind uit. Nou, vandaag ging niet door. 20 november bij Glorious Heroes and Fusion. Ja. 10 december. In de Oberhausen. Oberhausen bij Glory. Tegen Daniel Ilunga. Heel veel succes, Michael. Oes. Dan kan je het via haar. Nee, dan denk ik Anissa wel en dan. Ser! Ben je al spreekbaar? Ja. Ik ben een leuk.
From Vincent Gym, White House Fight and Fitness Suriname. And he's representing Suriname, fighting out of the red corner. Please welcome Martin, the Iron Born is 3 vandaag. Ja. Maar vertel even, ik was aan het filmen, dus ik heb je partij niet gezien. Vertel ja, even. Ja, ik stond nu op de poster. Ik zou wel, maar uiteindelijk had ik deze dan afgezegd. Dus dan zou ik andere gaan hebben, maar daar had ik deze dan ook afgezegd. Dus kon ik nog hier. En toen heb ik gevochten tegen Ryan Wisse. Oh, jij stond tegen Ryan Wisse? Ja, alleen na 30 seconden gaf ik een binnenkant low kick en toen popte ze niet op. Ik kwam hem net tegen. Ja. Hij wilde niet eens praten, hij was echt down. Ja. Maar hij zei het in hetzelfde inderdaad. Ja, we hebben wel gezegd rematch in Suriname, want ik ga ook echt in Suriname. Ja. Dus zo ging het eigenlijk, ja. Nog één keer je naam, je gewicht en je klasse. Marcelino Kemna, 72,5 en B-klas. Welke gym nog één keer? Ahato, prima Ahato. Hebben we deze volgende partij? 12 november. Waar? In Emmen. Emmen, oké. En verlopen er nog partijen daarna of even deze nog en dan? Die staat nog en van de rest heb ik nog niet staan, maar in principe wil ik eigenlijk ook altijd op vechten wanneer ik kan. Ja. En wanneer denk je naar de A door te kunnen? Nog drie ongeveer, 3-4 week. Ja? Ja, ik Je bent op weg naar de A. Ja. We gaan je volgen. Ik heb 5 gins en 2 voor. Netjes. Ja. Nou, we gaan je in de gaten houden. Dat is goed. Oes. Thank you.
van jou maken. Ik hoop wel dat je dan heel mooi lacht. Nee, maakt niet uit. Ja. Niks haat. Nee, je moet veel voelen. Snap je? Ik ga nu weer in het vuur, Diego. Ga hem voelen nu. Kom op. Je hoeft niet haat te geven. Nee. Ontspannen. Je ziet het wel eens later dat ik weer aan mijn hand is. Niet goed. Rust, maar al die schouders scherp dan. Ontspannen. Ga voelen, hè. Ga voelen, want je gaat... Oké, schaduwblok, even los. In het vuur gewoon. Links rechts, hoek rechts, ja? Voor lekker instappen. Voor je klein. Ja. Jij bent een bekende bokser? Ja, ja. Ja, ik heb binnenkort weer een wedstrijd in Carré. 17 oktober boks ik voor de WBC-titel. Ja, daar is specifiek, dus ja, ik kom wel... Want hoe oud ben je nu? Ik 18. 28. Ah ja, maar je bent nog jong, hè? Bijna. Maar je hebt, vorig jaar heb je best wel veel gedaan. Ja, ja, ik had de wereldtitel gewonnen bij de WBF. Ik heb hem verdedigd. En in China gebokst, ging het even minder. Maar nu hebben we weer een wedstrijd voor dezelfde belt. Niet op, dus ik kijk er naar uit. Maar heb jij geen interesse om kickboksen te doen? Vragen heel veel mensen naar mij. En ik kan het ook eigenlijk. Want ik heb vroeger in Rusland gekickbokst zelf. En het ging best goed. Alleen mijn passie en mijn roots liggen bij boksen. Toch boksen, ja? Oké. Hey, doe het goed aan Christina, je zus. Dat zal ik doen. Hey, jij heel veel succes, hè? Oes. En Rafi? Dit was de derde ronde. Jij bent een bokser, maar hoe beoordeel jij tot nu toe? Kijk, het is een spektakel. De dames doen het heel goed. Beter dan sommige partijen van de jongens die ik gezien heb. Dus dat is al leuk om te zien. En ze nemen allebei heel initiatief en we werken heel graag. Loopt eigenlijk naar voren. In de boksen wordt dat meer gewaardeerd als je pressie boksen. Maar ja, Blauwhoek, die countert ook heel veel. Dus het is gelijk. Gaat gelijk op, hè? Ja, het gaat gelijk op. Nederlands kampioen. Ja. Was de vierde ronde. Hoe beoordeel jij het tot nu toe? Ja, voor mij is Roodhoek een duidelijke winnaar nu. Rachel? Ja. Ja, want zij doet meer initiatief en ze stoot meer. Ze loopt naar voren. Dus ja, dat is wel... Jij vindt Rachel beter? Ja. Oké. Ik ben geen expert. Voor mij gaat het gelijk op. Maar jij bent een expert, jij bent een bokser. Ik ben geen expert. Nee, jij bent een bokser. Kom op. Maar het is wel grappig om dames buiten de keuken te zien. Hoe vind je die damespartijen? Ja, wel leuk hoor. Ja, hè? Oké. We komen straks nog na de vijfde ronde nog even bij je terug. Vijfde ronde is geweest. Hoe mooi
maar ik denk ja, rode hoek. Rachel? Ja, Rachel namens. Gefeliciteerd, Rachel. Wat heeft ze meer gedaan? Wat heeft ze beter gedaan? Ja, meer initiatief, meer naar voren lopen en meer stoten trappen. Dus ik denk, in mijn ogen heeft zij wel meer gedaan. En we gaan het zien, hè? Dank je. After 20-minute rounds, we go to the judges' scorecards. The world champion is standing in the blue bullet. Ja, een beetje teleurgesteld in mezelf, maar ik ben oké. Okay. Ja, het probleem was, ik dacht een beetje te veel na over wat ik aan het doen was. Dus elke keer dacht ik, bam, oké, die zit erop. En was ik in mijn hoofd bezig met wat ging volgen. Nou ja, daar loop je natuurlijk altijd een stap achter. En ik merkte op het moment dat ik dat een beetje losliet, dan ging het wel en dan raakte ik ook veel. Maar ja, ik kwam niet lekker in mijn spel, laat ik het zo zeggen. En zij bleef heel lekker doorcombineren en heel bewegelijk. En dat heeft ze heel mooi gedaan. Dus jij vindt wel dat ze het verdiend heeft? Ik vind wel dat ze het verdient. Oké, okay, ja. Goed zo. Ja. En ik sprak net een professioneel bokser, Rafael Houders Jr. Ja. Hij zegt ook, eerlijk, ik ben geen kickbokser, ik ben geen Muay Thai, ik ben een bokser. Ja. Maar elke partij ging ik bij hem vragen. Ja. En hij zei elke keer, ja, Rachel ja. Is beter. Rachel is meer forwarded, ze komt meer naar voren. Ja, maar ik deed te weinig. Het was te veel 1-1-1-1. Terwijl ik had ietsje lichter moeten werken en wat meer combineren. Ik was te veel En daardoor heb ik hem weggegeven. Voor onze fans was het een prachtpartij, dat ja, wel. Dat is in ieder geval leuk om te prachtpartij. Ja, het was hard. Ja, het was het zeker was hard. Een mannenpartij weer. Ja. Altijd met jou, mannenpartij. Gelukkig, dan heb ik in ieder geval iets goed gedaan. Wanneer is je volgende, Rachel? Ik weet het nog niet. Ik hoor in ieder geval net van Etienne dat ik in april mijn titel weer moet verdedigen. Hey. Welke titel? Je hebt net verloren. Die vorige. Was dat ander gewicht dan? Was een ander gewicht, oh, nog even voor de duidelijkheid dan. Ja. Vorige keer heb je de titel gewonnen op welk gewicht? 63,5. Dus dan blijf je winnares? Nog verlopen? Daar blijf ik winnares. En vanavond heb je gewonnen op? Verloren op 64. Oké, dat was een ander gewicht. Dus ander gewicht, je bent sowieso kampioen. Gelukkig. Yay. Hij staat nog in de kast te shine. Ja, dus je bent niet zuur om wat er vanavond gebeurd is? Zeker ben ik wel zuur om wat er vanavond gebeurd is. Ja, dat denk je zelf. Ja. Ja. Maar ja, de volgende nog één keer. Wat zei je? In maart of april. Ja, die staat sowieso. Ik hoop nog dat ik een plekje kan vinden bij Glorious Heroes. In Martini Plaza volgens mij. Hè? Ja, Sand Fusion. Ja, we gaan proberen of er nog een partijtje voor mij tussen kan. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Zo en misschien mee naar Suriname. Ik hoor net van Etienne als ze naar Suriname gaan met worden. Ja, daar ben ik erbij. Ja, hè? Jij hebt mijn bikini mee op paté. Echt, hè? Hé, maar blijf in de gaten houden. Ja, dankjewel. Oes. Oes. Even foto's. Jingle, Jingle, yeah!
Want ik moest interviews doen. Jij hebt gewonnen met 3 rondes. Ja, vijf rondes. Drie. Gefeliciteerd, hè. Je hebt de titel, hè. Je wilde echt deze titel hebben. Maar ja, Simpson Jim hebt de titel. No losers in Simpson Jim. Maar Jiggies, kom hier. Jiggies, vertel, want ik heb de knock-out gemist, man. Ja, ik was aan het interviewen en ik... Mooie rechtse. Cross, boef. Vertel. Was mooie kou. Je moest erbij zijn om het mee te maken. Je moet die video even terugkijken. Ja, wie... Maar ik vergeet dit niet meer. Dat tijdens mijn partijinterview. Dat kan niet. Je moet een partij komen kijken. Jammer, hè. Ik moest... ik was Anissa. Anissa had net gewonnen voor jou. Ik moest Anissa interviewen. Nee, maar even vertel even... Het was een leuke pot. Kijk, ik vocht tegen ervaren jongens. Zeker. Jeroen de Groot. Ik heb respect voor hem. Hij heeft tegen grote namen gestaan. Badr, Saki. Dus hij had ervaring toch, hij was niet de eerste, ik was niet de eerste beste die tegen hem stond. Dus, welke ronde had je hem knock-out geslagen? Tweede ronde knock-out, hè? Ja, tweede ronde slapen, k.o. Hey, hoeveel belts heb je nou? Twee, dit was de tweede wereldtitel. Dit is Iska, Iska had je al een beetje? Iska had ik en dit keer... Even die belt? Pak die belt erbij. Jegis, maar wanneer moet je worden Iska? Iska, ik heb net die promotor gesproken, Dimitri. Hij zei, we zijn bezig voor jou met een tegenstander. Dus ik ga binnenkort berichten. Oké, en deze ga je waarschijnlijk in maart dan, of in Suriname? Dat hangt van Etienne. Monsieur Etienne. Ik ga, Suriname, ik ga mee. Ik ga met alle warriors mee. Yes, dus dan ga je, je blijft je volgen. In ieder geval gefeliciteerd. Yes, en Martin Hiffers gefeliciteerd. Represent Armenia toch? Represent Armenia. Dan moet je ook verfilmen met die. Kijk hier. Armenia. Alice Telim. Ik heb vodka op. Mag niet uit. Dat is goed. Dan gaat het goed. Verloren. Helaas. Ik was interview aan het doen, dus ik heb het nu niet kunnen zien. Ja.
Vertel even, hoe ging het? Ja, het ging al redelijk gauw. Er was een gameplan, maar ik kwam er telkens niet in. Dus, je kwam er niet in? Nee, en hij, ik denk dat hij wel een goede plan had bij mij, bij zijn knieën. Mika? Ja. En het is een goed geluk. Ik heb het niet gezien, waren er drie rondes? Nee, gewoon één eerste ronde. Ik moest staan, hè. Ik kreeg de eerste knie erop. Ik dacht, ja, weet je, okay, ik wil wel binnen die acht telefoon weer opstaan. Maar ik voelde hem nog steeds eigenlijk. Totdat ik die tweede op mijn neus kreeg en nu het gebroken is. Als jij bij de tweede ben je knock-out gegaan? Ja. Oh, ik heb het niet gezien, dus. Maar ja, je hebt weer ervaring opgedaan, toch? Over 4 weken weer, dus. Waar sta je over 4 weken? Dan, in Emmen? Dan organiseert mijn trainer Boruda Gym een groot gala. Dus daar sta ik tegen. Gewoon door blijven gaan, weet je. You lose some, you win some, hè? Precies. Hey, succes, hè. Yes. Oes. Hey, fuck. Assistent. Nee. Heel goed. Jij bent mijn ring. Ja. Jij bent... Yay, Gies. Yay, Gies. Hey. Yay, Gies. Yay, Gies. Papa John. Dit daar was je. Papa John, Moses. Dit daar alles, ja. Ja, ja. Hi, Kufunje. Ik voel het goed. Dit is chantage, hè? Hey, zijn de Armeniërs. Dit zijn de Armeniërs na afloop van Yankees overwinning. Alles goed. Maar dit is chantage, hè? Je weet. Chantage, dat. Is chantage blackmail. Is dat black... is mooi. Dat is mooi. Wat is chantage daarin? Dat is goed. Dat is beter. Ja, dit zijn dus Armeniërs, ja? Na de overwinning van Yankees, feestje, auto, kijk, eten, drinken. Ze komt op Instagram, YouTube. Hiking Facebook. Borna, ken je hem al eens, Jan? Kom Facebook, wacht even. Kom Facebook. Kom Facebook. Lachen, cheese. Lachen. Komt in Facebook. Ja. Bij het zintje gaat hem, normaal. Gaan dat zeggen, chappie. Oké, we gaan.